mooiste meisje van de klas van deze week groeide op in de roerige jaren 70. Vrijheid, blijheid, alles moest kunnen. Nee, ik herinner me er nog wel goed. Ja, glanzend lang haar en zachte aardige donkere ogen. Ja, alle jongens die wilden met haar lopen. Ja, ze was heel leefelijk, heel vrij. En alle meisjes wilden er zijn. En de schoolmeesters wilden met haar zijn. Hoe bedoel je dat? Nou, laat ik zeggen, ze verdiende haar zakgeld niet met een krantenwijk. En het gebeurde allemaal hier in deze typische jaren 70 woonwijk, Zwenkgras in Lelystad. Onze navigatie in de auto adviseert ons om terug te gaan. Probeer in godsnaam om te draaien. Hou ze wondje vast, met een springkou voor een dubbeltje. In de brugklas mocht je onder de rokje kijken, tegen inlevering van zo'n ongestempelde carnavalkaart, weet je nog? Ja. Nou, maar ik hield daar helemaal niet van, hoor. Van karnemelk. Ik zat ook met haar op de lagere school en ik weet nog wel van het douchen na de zwemles. Zij had er al heel vroeg haar op. En ze was de allereerste met al het haar eraf. Ja. Alle jongens waren echt weg van Annette. Ze was het eerste meisje waar ik toch echt wel verliefd op was. Maar dat was niet de enige. Wij vroegen ons af wat er geworden is van dat beeldschone meisje van weleer. Na lang speurwerk, hier liepen het mooiste meisje van de klas en vermist even door elkaar heen, kwamen we haar uiteindelijk op het spoor. Hey, 50 euro zonder cadeau. Annette? Hey, ik ken jou man. Jij bent van de televisie van René Rot. Nee. Ja, wel, ken je dat toch? Van Peppi en Kokkie. Nee. 100 euro, hang mijn mondje nu. Flikker eraan, toch met die tyfus camera. Rustig. Jij bent toch Annette? Wat? Jij bent toch Annette? Ja, maar ga je hier nog voor betalen of sta ik hier gewoon mijn tijd te verklooien? Zat jij in de jaren 70 op het Yvonne Keuls College in Lelystad? Dus, waar is dit voor? Is dit voor 40 dagen zonder seks? Want ik had gezegd, heb ik geen tijd voor, hè? Ik bedoel, de schoorsteen moet toch blijven roken. Nee, dit is van het mooiste meisje van de klas. Is er ergens een plek waar we even rustig met elkaar kunnen praten? Praten? Nou ja, als jij wil praten, gaan we praten. Eén ding. Het is wel duurder, hè? Gek, hè? Die hele middelbare schooltijd, geen schoolboek open gaan. Hoe kwam dat? Dat is een per ongeluk dichtgeplakt met kaften. Dat is een lekker ding. Hé? Het is pad veranderd, toch? Hoe gaat het tegenwoordig met je? Ja, lekker. Ja, heel lekker eigenlijk. Ik ben mijn eigen baas. Ik kan gaan en staan waar ik wil. Ik heb gewoon mijn eigen tokootje. En dat gaat naar tevredenheid? Ja, hartstikke goed. Nou ja, het is crisis natuurlijk. En dat merk je ook in onze branche. Het blijft natuurlijk toch een luxe product. Maar ja, ik kan mijn eigen broek ophouden. Tenminste, als ik er een aan had. Vanaf de derde klas MAVO experimenteert Annette met drugs. Vrij nutteloze experimenten met telkens dezelfde uitkomst. Dat ze lag te stuiteren tussen de regenpakken bijgevonden voorwerpen. Kijk, ik kan natuurlijk gewoon stoppen wanneer ik wil. Weet je wel? Het is puur recreatief gebruik. Alleen, ik recreëer er 5 keer per dag. Maar, je hebt toch ook een bepaalde moeilijke fase in je leven gekend, Annette? Ja, ik weet het niet hoe wil. Ja. Het is voor mij natuurlijk ook niet makkelijk geweest om het mooiste meisje van de klas te zijn. Want natuurlijk, je hebt dan dat leuke kopje en dat lekkere lijfje. Maar ondertussen gaan er ook allerlei dingen in je om. Wat dan? Allerlei dingen. Diepe dingen. Gaan. En hij is niet alleen leuk. Luister nou, dit is toch wat je van me wil horen? Zit al die trotswijven bij de buis? Die denken, ik ben misschien een lillijke hoor, ik ben een kutleven. Maar het mooiste meisje in de klas heeft het ook niet cadeau gekregen. Pleur toch op met die kamer. Wacht even, er zijn een aantal vrienden uit je jeugd. Die graag weer contact met jou zouden willen. Als we ze graag hadden willen zien, hadden ze langs moeten komen zonder camera. Weet je, hadden ze me ook kunnen vinden. Hans, kun je er even bij komen? Ken je Hans nog? Hans. Gozer, ja, lekker in je broek, man. Gaan we gozer. Is daar meteen weer die klik? Huh? Herkennen jullie elkaar onmiddellijk? Sorry, Dries, ik heb geen idee wie je bent. Maar je komt in dat gekke vak van mij ook zoveel mensen tegen. Sorry, nee. Je hebt een koortslip. Ja, ik heb een koortslip, ja. Nou, dat geeft toch niet? Dat is goed voor je weerstand. Helemaal geen herinneringen aan je jeugdvriend Hans? Of wil je gewoon geen trip down memory lane, Annette?
Luister, Peppy, hoeveel kokkeren wil ik vanaf wijzen? Die trip vind ik prima, maar het sentimentele gedoe van vroeger heb ik er echt geen zin in, hoor. Maar wil je helemaal niet het contact hervatten met Hans? Nou, als Hans thuis iets tekort komt, dan maak ik een leuk prijsje voor hem, tuurlijk. Sorry, heeft Hans daar ook nog wat over te zeggen? Maar dat sentimentele gedoe van vroeger heb ik dus echt geen trek in, hoor. Ik ga, ja. Ik moet aan het werk. Ik probeer gewoon helemaal van zijn werk af te houden. Het kleren. Zo. En zo komt er een tamelijk abrupt einde aan deze aflevering van Het Mooiste Meisje van de Klas. Maar goed, dan zendt de Tros wel weer een speciale uitzending uit van Muziekfeest op het Plein of iets anders uit Volendam. Tot volgende week. Niet?